Als we de klimaatcrisis echt willen aanpakken, dan moeten we dat op Europees niveau doen. Dat kan, wij hebben de stapels plannen voor klaar liggen. En het is nodig. Gelukkig wordt er in Europa al een en ander gefixt. Zoals een verbod op wegwerpplastic, biobrandstoffen zoals palmolie, dat is namelijk helemaal niet bio, bestrijdingsmiddelen die enorm schadelijk zijn voor onze natuur. En ook het aanpakken van sjoemelende autofabrikanten die jarenlang hebben gelogen over hoeveel hun auto's uitstoten. Elk land in de EU heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarom moeten we in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent onze uitstoot omlaag en productie van schone energie omhoog. Een paar dingetjes zouden daar wel bij helpen. Zoals wanneer de EU geen subsidies meer weggeeft aan de fossiele industrie, maar alleen nog aan schone energieproductie. En door ervoor te zorgen dat de grote industrie betaalt voor wat zij vervuilen. Door een CO2-heffing in te stellen. Om vervolgens die knaken te investeren in schone energie en innovatie. Een EU-supernet voor groene stroom. Met zon uit het zuiden en wind uit het noorden. Wat ook te gek zou zijn, een internationaal treinnetwerk. Zodat je voor korte afstanden niet meer het vliegtuig hoeft te pakken. En als we dan toch bezig zijn, gooi die kolencentrales dicht. Verbind natuurgebieden in Europa en verbied microplastics in cosmetica. Tegen klimaatverandering, voor onze gezondheid. De Europese Unie begon als gemeenschap van kolen en staal. Nu is het tijd voor een Europese Unie van zon en wind.